Welkom bij Corpus. Mijn naam is Boy, ik ben presentator en biologiedocent. Wat leuk dat jullie naar Corpus gaan. Vandaag laat ik je zien hoe een bezoek aan Corpus met je klas verloopt. Van tevoren graag even de educatieve quizzen uitprinten en je leerlingen in groepjes indelen. Maximaal 15 leerlingen per groep plus 1 begeleider. Corpus heeft zijn eigen parkeergarage, maar de meeste scholen komen natuurlijk gewoon met de bus. De buschauffeur kan hier de kinderen laten uitstappen voor de deur. En daarna meteen doorrijden naar het grindterrein achter het Hilton. Laat de tassen wel even in de bus. Kom, we gaan! Zorg ervoor dat je op tijd komt, want je hebt namelijk een tijdslot. Kom je toch te laat, zo snel mogelijk even bellen. Dit is de entreehal. En zie je die roltrap daar? Daar gaat straks jullie reis door de mens beginnen. Vanaf hier heet een medewerker jullie welkom en legt kort de regels uit. De hoofdbegeleider loopt naar de balie om in te checken en te controleren hoeveel leerlingen en begeleiders er zijn. Hier ontvang je een aantal gekleurde kaartjes voor jouw groepen. Elke groep heeft een eigen kleur. En dat is handig, want elke 7 minuten vertrekt er een groep van maximaal 16 personen de reis in door de mens. De leerlingen kunnen hier hun jassen ophangen en eventueel een lokker gebruiken. En voor de tassen die toch mee naar binnen zijn gekomen, hebben we daar beperkte ruimte in een aantal bakken. Vervolgens gaan we de audiotour ophalen. Even tussendoor, als je nog naar de wc moet, dan is nu het moment, want straks, tijdens de reis door de mens die bijna een uur duurt, kan dat niet. Groepsnummers worden omgeroepen en vind je op het scherm. Lever hier als begeleider jouw kaartje in en ontvang voor jouw hele groep de audiotour en de headset. Die hang je om, niet afdoen bij de reis en vergeet als begeleider niet je begeleidersbadge mee te nemen. Een host geeft aan wanneer jouw reis start. Via de roltrap gaan we straks de knie in. Daar begint jullie reis door de mens. Voor leerlingen in een rolstoel is er een speciale lift naar boven. Wacht boven even op elkaar, niet op de muren rammen natuurlijk, niet schreeuwen, gedraag je een beetje en geniet ervan. Oh, de reis door de mens is nu afgelopen. Hier staat een host die alle audiotours weer in ontvangst kan nemen. En dit is ook het moment om de educatieve quizzen uit te delen die van tevoren gemaild zijn. Als je uit de hersenen komt, ben je op de 7e verdieping. Hier vind je een food corner waar leerlingen een hapje en een drankje kunnen bestellen. Eigen consumpties zijn alleen buiten toegestaan. En als je hier zit te genieten van je versnapering en het uitzicht, heb je meteen de gelegenheid om je voor te bereiden op de speurtocht. Want die begint hier op de 7e verdieping. Vanaf hier wordt het makkelijk. Volg gewoon de gekleurde voetstapjes. Want beneden vind je op iedere verdieping het interactieve gedeelte. Daar kan je je quiz oplossen. En vind je de exhibits? Zo noemen ze de games hier. Zit je in een rolstoel? Hier is de lift. Oh, voordat je doorgaat, het is belangrijk dat begeleider en leerlingen op elke verdieping goed bij elkaar blijven. Uiteindelijk kom je hier uit in de shop waar je leuke gadgets kan halen en boeken kan scoren. Vergeet als begeleider niet je badge in te leveren. Zijn jullie in Corpus tijdens lunchtijd, dan kun je hier aan deze fijne picknicktafels even eten. Is het koud of regent het? Dan zoeken we natuurlijk binnen voor jullie een plekje. Dag allemaal, tot snel hier in Corpus, in Oostgeest, vlakbij Leiden.